Goedemiddag allemaal. Voor deze microfoon, voor deze camera, zou nu eigenlijk onze voorzitter Ad de Recht hebben gezeten. Dat was afgesproken, hij had zich daarop voorbereid. Maar hij kreeg in de loop van de week het bericht dat een van zijn goede vrienden, close vrienden, was overleden. Niet geheel onverwacht, hebben daar wel zich op kunnen voorbereiden. Dus Wiebe, kan jij niet even voor de nieuwjaarstoespraak zorgen dan? Dat gaan we nu doen. En daarna, aan het eind daarvan, wil ik even iets zeggen over de aanstaande bestuurswisseling. Want dat is ook een belangwekkend iets en daar kan ik wel alvast iets over zeggen. Ja, we leven ook net de jaarovergang meegemaakt. En we maken eigenlijk, dat was een van de eerste lijnen die Ad opgeschreven had, rare tijden mee. De wereld, als we alleen naar de wereld kijken, en dan bedoel ik met de ogen van ons ego, gewoon als gewone mensen, dan zijn er een aantal crises aan de gang waarvan je bang zou kunnen worden dat ze ons bedreigen. Het eerste wat ons allen natuurlijk meteen te binnen schiet is de COVID-crisis of de omstandigheden ook gecreëerd. Het was vorig jaar in het begin helemaal een crisis, maar nu grijpt het diep in. Op een wat een beetje verre weg in de tijd, maar niet minder belangrijk straks, is natuurlijk de klimaatcrisis, die mondiaal, waar natuurlijk globaal op gereageerd wordt. Maar het laat ons niet met rust. Daar krijgen we allemaal mee te maken. Maar je ziet dus, eigenlijk kijk maar dichtbij, Nederland. Onze democratie is in crisis. Dat is, zonder te veel te willen zeggen, is dat iets waar we ons ook wel zorgen over zouden kunnen maken. En ik had er nog eentje. Het is een mooie wereld. Ja, natuurlijk. In de Oekraïne. We maakten bijna van de week iets mee als in de tijd, voor wie zich dat nog herinnert, bijna zoiets als de Cuba-crisis. En men stond op scherp. En gelukkig hebben de heren Poetin en de nieuwe Amerikaanse president, ze hebben gelukkig, ze zijn tot spreken gekomen. Sorry? Ze zijn tot gesprek gekomen. En niet heel vriendelijk, maar in ieder geval ze praten. Maar al die dingen zouden ons kunnen bedreigen. En al die dingen zouden ons kunnen bezighouden en ons kunnen, mag ik even populair zeggen, bang maken. En angst, dat is wel iets wat veel speelt. Het ego, als ik daar vast even over, vindt dat prachtig. Ego is natuurlijk, die wrijft zich in zijn handjes als wij bang zijn. Want met bange mensen kun je wat doen. En die maken het leven niet zo moeilijk. En er zijn eigenlijk, wij hebben zelf, laat ik even als voorbeeld de COVID-crisis nemen. Je kunt daar op een paar manieren op reageren. En de angst die, ik zou bijna willen zeggen, haast wel bevorderd wordt van overheidswegen, daar lijkt het soms wel op, die heeft eigenlijk hier ons niet eens zozeer in het begin, hè, vorig jaar, ik praat nu over vorig jaar, toen het allemaal heel eng leek, heeft ons niet zo erg te pakken gekregen. Maar wat mij wel te pakken heeft gekregen, is dat ik verschrikkelijk kwaad was. Ik was verschrikkelijk kwaad, want als je netjes naar de NPO kijkt, televisie of NPO radio luistert, dan hoor je maar de helft. De andere helft was te zien op de, laat ik ze noemen, niet mainstream media. Er zijn er vele, dat hoef ik jullie niet te vertellen. En daar zag je hele andere dingen. En als je dan zag, als ik dan zag, en ik praat meteen over mijn eigen ervaring, als ik dan zag hoe daar de burgers eigenlijk gemapt worden door die ME, en hoe daar de zogenaamde, die Romeo's, hun valse rol speelden, dan werd ik verschrikkelijk kwaad. Maar wie, zou ik willen vragen, wie heb je nou eigenlijk aan de telefoon? Als je kwaad bent,
Of als je bang bent. Dat is duidelijk, hè? En meteen is daar de kans. En dus, ja, dat komt bijna vanzelf. En dat is misschien wel de hulp die je krijgt als je in zo'n situatie zit. Als je je helemaal machteloos voelt en je bent er kwaad. Wat kun je doen? Om dan op dat moment een beetje afstand te nemen. Uitzoomen. En de cursus komt hier te hulp en die vraagt ook vaak. Kijk nou eens van een beetje afstand. Kijk opnieuw, maar kijk eens van een beetje afstand. En dan kun je je ineens realiseren dat je eigenlijk burger van twee werelden bent. En dat je die eerste wereld, je eigenlijke wereld, als ik het wereld mag noemen, helemaal vergeet. Maar op zo'n moment dat je dat realiseert, dan kun je je ineens realiseren dat je eigenlijk, mijn naam is Wiebe hier, maar een andere naam is, en van ons allen, is liefde. Dat je liefde bent, onvoorwaardelijke liefde. En op dat moment kun je de poort van het ego eventjes dicht doen. En die andere poort openzetten. En de liefde binnenlaten. En je kunt je steeds afvragen, en dat wordt ons ook gevraagd, om ons dat steeds te realiseren. Voor wie ben ik nu de poort? Wiens hand houd ik nu vast? En de keuzemaker, dat woord ik weet niet of het in de cursus valt, maar in het boek, ik ben niet zo'n vreselijk cursusvast, bijbelvast, cursusvast, een nieuw woord. Ik ben niet zo vreselijk cursusvast, maar ik word wel geïnspireerd. Dus ik weet niet waar alles staat, maar ik word wel geïnspireerd in hoge mate door wat de cursus biedt. En ja, we zijn eigenlijk burger van twee werelden. En op het moment dat je realiseert dat je van die tweede, van die andere, dat je daar eigenlijk thuis hoort. En daar is je naam liefde, laat ik het zomaar zeggen. Ik kijk even naar een paar notities die ik gemaakt heb. En ja, wat wij merken is dat die hele COVID-situatie trekt een soort van schisma door de wereld heen. En tot in families en tot in de beste, tot en met je kinderen toe. En met de ene kinderen kun je, met sommige kinderen kun je daar goed over praten. En met andere kinderen staat er een grote olifant in de kamer waar niemand over praat. En dan staat dat in de weg. Maar uiteindelijk kan het afstand nemen kan je helpen. Ook de vraag die wij veel krijgen, moet je je nu laten vaccineren? Ben je vaxer of ben je antivaxer? Om even in termen van de strijd te vragen. De cursus geeft daar geen antwoord op. Ja, indirect. Neem afstand. Keer in tot jezelf. En pas in de stilte kun je de vraag op Gods altaar neerleggen. Laat ik het zo maar zeggen. En hopen dat er een antwoord komt. Er is geen antwoord. En je kunt alleen maar in stilte zelf beslissen wat het beste is in jouw positie. En er is geen goed en er is geen slecht of fout. Maar we weten wel dat als je echt de COVID te pakken krijgt, nou, dat kan goed fout gaan. Dus wees voorzichtig, maar neem de beslissing in stilte. En ja, ik had het over andere crises. Het is nu al 2:10, dus ik zal het niet te lang maken. Eigenlijk de common mode in de beleving van al die crisis. Tot is het zelfs maar de crisis als je met je buren ruzie hebt. En dan praat je over een innerlijke crisis. Want alles wat we weten wel, dat alles wat wij zien en wat we waarnemen, dat we dat zelf geprojecteerd hebben. Hè? Dat is een van de dingen die de cursus ons brengt. En je moet dus niet op het, op de spiegel gaan poetsen, dat helpt niet veel. Kijk binnenin je. En als jij buren met je ruzie hebt, of met je partner, die drukt weer eens flink op je knoppen. We hebben allemaal knoppen waar je lekker op kunt drukken. En op dat moment even die afstand te nemen en je te realiseren, oh ja, maar ik ben dat niet. Ik zie mezelf nog gaan in mijn kwaadheid en in die zin ben ik eigenlijk een droomfiguurtje. Dat is niet mijn term, maar jullie weten van wie ik die heb. Een droomfiguurtje. Die
die zich verliest in het spel van die strijd. En de common mode, wilde ik zeggen, is eigenlijk dat wij allemaal de verbinding met onze bron kwijt zijn. Met God of de bron of hoe je het wilt noemen. En de cursus houdt ons steeds voor. Herstel de binding met je bron. Want daar is je thuis. En daar ligt de oplossing voor jou. En ik wil u graag namens het bestuur, u mag wel zeggen jullie, hè, jullie allemaal een goed nieuwjaar toewensen. Met een gezegend en met innerlijke vrede en contact met die bron op weg naar huis. Een mooi voorbeeld vind ik daarbij, een van de mooiste lessen die mij heeft aangegrepen voor de kenners, nummer 182. En dat wens ik iedereen toe. Het kind in ons, het goddelijk zelf in ons, dat gebonden is aan onze initiatieven. En die zachtjes fluistert, ga met me mee naar huis. Even, want het is ook jouw huis. Het is ook jouw thuis, jouw vader. Ga even, en die les heet, geloof ik, ik zal even stil zijn en naar huis toe gaan. Mee naar huis toe gaan, ongeveer. Zo, dat is de strekking van de les. Nummer 182, als jullie daar nog eens naar willen kijken. Hij gaat zo diep. Fantastisch. Dat wensen wij en ik namens het bestuur jullie toe. Het bestuur, dat is het tweede deel. Onze stichting Miracles in Contact. Ik zit er nu zo'n jaar of 5, ben ik daarbij betrokken. En het is eigenlijk een fantastische club, mensen. We draaien vooral op het werk van de vele vrijwilligers. Jullie hebben die in de MIK-bijeenkomsten in Amersfoort natuurlijk, zag je een heel klein legertje van vrijwilligers lopen. En we hadden, als we begonnen, ongeveer 20 of 25 mensen die daar kwamen. En die met elkaar in 2 uur tijds die hele zaal in orde maakten. Dus een heleboel werk dat een beetje achter de schermen gebeurde. Maar, en dat doen we nu niet meer, omdat we naar Zonheuvel gingen, tot voor kort, tot het niet meer kon. Maar we hopen dat dat in het kwartaal wel weer zal gaan lukken. Maar er zijn nog, nu hebben we niet zoveel vrijwilligers meer nodig, een paar mensen. Maar er zijn veel meer vrijwilligers. Als u het kantoor dus belt, sommigen van jullie doen dat, dinsdag of vrijdag, zijn de mensen op het kantoor, zijn er aan het werk. Het blad, Miracles, ik heb hem hier liggen. MIK Magazine, hele mooie, van een laatste kwartaal heb ik hier. Er moet worden in elkaar gezet. De redactiewerk is echt veel werk en inspanning. Mensen doen dat graag en geïnspireerd, maar we moeten niet vergeten dat ze dat doen. En ik wil eigenlijk vanaf deze plaats alle vrijwilligers bedanken voor wat ze gedaan hebben afgelopen jaren en nog steeds doen. Financieel werk bijvoorbeeld ben ik zelf ook een beetje bij betrokken, een klein beetje maar. Moet allemaal gedaan worden. Dus fantastisch mensen dat we dat met elkaar kunnen doen. En ja, dus een paar vrijwilligers zijn wat anders. Dat zijn Some Animals Are More... wat is het er weer? Animals are een beetje anders dan the other animals. Ik weet de precieze tekst niet meer. Maar er zijn 5 of 6 vrijwilligers. En zijn gewoon vrijwilligers die op een gegeven moment toetreden tot het bestuur. En het bestuur is... ik zit daar zo'n jaar of 5 in. En het is een feest. Toen ik daar aan begon, toen dacht ik, nou, bestuur, ik heb wel meer in het bestuur gezeten. Je hebt wel eens ruzie en je moet dingen doen. Het is ook wel eens, soms is het narigheid. Nou, ons bestuur, mensen, ik heb het 5 jaar meegemaakt, is een feest. En ik beleef daar, als ik dan terugkom uit zo'n bijeenkomst, wij komen af en toe bij elkaar. Ook hier in deze ruimte waar ik nu zit, we komen wel eens bij elkaar. Dan heb ik zo'n een opgetild, een verlicht gevoel.
een beleving die wij kennen van retraites, waar we in een diep intiem gebed of meditatie dat beleven. En dat blijft dan hangen. Dat blijft hangen. En dan kwam ik wel eens vrienden tegen. Ik weet, dat was in België. En dan sprak je elkaar. En ja, dat heb ik ook, zei ze dan. Nou, dat heb ik ook. Meestal als ik van zo'n bestuursvergadering terugkom. Maar ja, maar dat wil niet zeggen dat wij daar allemaal met geplooide gezichten een beetje netjes, hoe noem je dat, zondag zit het helemaal niet. Het is plezier en humor natuurlijk. Humor moet er zelfs zijn. Maar in die humor hebben wij ongeveer een jaar geleden, begin van 2021, ons is rondgekeken. Ik weet dat nog iemand zei, jongens, laten we elkaar nou eens aankijken. Wie zitten hier nou eigenlijk en hoe oud zijn wij? En het gehalte van 70-plussers is groot in het bestuur. En toen hebben we gezegd, laten we eens kijken. Misschien kunnen we daar wat aan doen. En ik denk dat het in het MIC magazine van nummer 2 van dit jaar was ergens, hebben we een annonce geplaatst, 2 of 3, ik weet niet meer. Ik denk nummer 2, een annonce geplaatst van het bestuur heeft plaats voor vernieuwing of verjonging. Steek je vinger op. Als aanmoediging. En tot verrassing van ons, kwamen er 6 of 7 mensen die hun vinger opstaken. En die wel wat wilden doen in het bestuur. En die of als hulp wilden helpen of zo. En dus we hadden toen het gevoel dat we op de goede weg waren. En het is eigenlijk weer een demonstratie van de zegen waaronder wij met elkaar en de hele stichting Miracles in Contact bestaat. Want er was er niet. Als er eentje was geweest, zouden we al blij geweest zijn. Maar eigenlijk zien we nu een compleet bestuur aantreden. En alles ligt nog niet helemaal op zijn plaats. Alles is nog niet op zijn pootjes geland. Maar er begint nu aardig tekeningen in te komen. We hebben twee bijeenkomsten gehad. Ad, die ik al genoemd heb, heeft zich uitgeput in lange telefoongesprekken met de kandidaten, om een beetje te vertellen hoe het ging. En we hebben een eerste bijeenkomst bij elkaar gezeten om eens de temperatuur van het water te voelen, eigenlijk. En toen dat goed aanvoelde, hebben we een tweede bijeenkomst georganiseerd onder leiding van Els Tisse. En dat was eigenlijk meer een opstelling. Geen familieopstelling, maar een bestuursopstelling. Waar ieder gevraagd werd, ga nou eens daar staan, de referentie in die zaal van een paar punten, ik ga er nou niet op in, want dat duurt veel te lang. Ga nou eens staan waar je denkt dat jouw plaats is. En dat deed iedereen en die moest toen vertellen waarom die dat deed, waarom die dat gedaan had. En we hebben face-to-face ons vertrouwen in elkaar uitgesproken, individueel. En dat is een hele goede bijeenkomst geweest. En wij hopen, om kort te gaan, dat we in de loop van januari, dat het duidelijk wordt allemaal. En misschien kan ik of iemand voor de bijeenkomst van februari daar wat licht op laten schijnen. Dat denk ik wel. Mijn raad zou zijn, houd onze website in de gaten, want die is natuurlijk actueel. Ik ga geen namen noemen, nog even, dat is niet nodig. En er is één persoon die blijft in het bestuur. En ik denk dat het ziet er naar uit dat alle anderen vervangen zullen worden. Maar wel natuurlijk beschikbaar blijven voor de overdracht. Nou, ik geloof dat ik wel alles zo'n beetje gezegd heb wat me te binnen is geschoten en wat ik op mijn hart heb. Dank jullie wel allemaal voor je aanwezigheid. Prettige dag. Verder. Tot ziens.